Is het goed voor de democratie als jij meer inspraak krijgt? Dit is de Universiteit van Nederland. In heel Europa lijken burgers massaal het vertrouwen op te zeggen in de gevestigde politiek. En ze willen dat er meer naar hen geluisterd wordt. Maar gaat het echt zo slecht? Is er sprake van een wijdverspreide vertrouwenscrisis? En als dat zo is. Kunnen we daar dan iets aan doen door burgers meer inspraak te geven in de politieke besluitvorming? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we uiteraard eerst even kijken naar hoe het gesteld is met het vertrouwen in de politiek. De eerste vraag is dan ook, hoe gaat het, hoe zit het met dat gebrek aan vertrouwen in de politiek? Nou, deze man is zijn vertrouwen alvast in de politiek helemaal kwijt. Nederlandse politiek, ik ben het vertrouwen in jullie helemaal kwijt. Dat kan je ermee doen wat mij betreft. Misschien is die man de uitzondering. Um, en ja, de vraag is natuurlijk, is het werkelijk zo erg gesteld met dat vertrouwen? Hè? Is er sprake van een Europese vertrouwenscrisis? Op basis van het Eurobarometer-onderzoek blijkt inderdaad dat het vertrouwen van de Europese burger in zijn of haar nationale parlement niet zo heel hoog is. Slechts 28% van deze burgers geeft aan vertrouwen te hebben in dat parlement. En 65%, jawel, maar liefst 65%, zegt geen vertrouwen te hebben. Maar goed, jullie zijn natuurlijk eerder geïnteresseerd in Nederland dan in het gemiddelde van Europa. Nou, Nederland, en dat is heel interessant, lijkt een beetje de positieve uitzondering te zijn. In Nederland heeft 54% van de burgers vertrouwen in de Tweede Kamer en 40% zegt geen vertrouwen te hebben. Oké, okay, goed, maar misschien is het zo dat dat vertrouwen heel erg geëvolueerd is door de tijd heen. Dus genoeg over Europa, laten we nou eens inzoomen op Nederland. En het voordeel van die Eurobarometer onderzoeken is dat we al sinds het einde van de jaren negentig hebben gegevens en dan kunnen we dus kijken hoe dat vertrouwen in de Tweede Kamer is geëvolueerd. En dat is heel interessant, let u vooral op de gele lijn. De zwarte lijn gaat over de tevredenheid met de democratie, die is onverminderd hoog. De gele lijn gaat over het vertrouwen in de politiek. Super interessant. We zien inderdaad dat in de jaren negentig het vertrouwen vrij hoog is. Dat is logisch, want de economie doet het dan vrij goed. Er is een goede economische groei. De kabinetten die dan aan de macht zijn, de paarse kabinetten, zijn stabiel. Dit waren als het ware de politieke hoogdagen van de recente Nederlandse politieke geschiedenis. Aan die hoogdagen komt abrupt een einde in 2002. Dat weten jullie natuurlijk ook allemaal. Dat is de komst van Pim Fortuyn niet alleen de komst van Pim Fortuyn, maar uiteraard ook de moord op Pim Fortuyn, de tumultueus verlopen verkiezingen van 2002, en na die verkiezingen het duurde 67 dagen om de regeringskabinet eh, bakken in de een te vormen, maar 86 dagen later was die regering alweer gevallen. Dus een periode van politieke instabiliteit. Niet alleen dat, ook nog een lagere economische groei, de moord op Theo van Gogh, een snel opeenvolgende kabinet. Eh, maar dan in 2007 zien we weer dat dat vertrouwen stijgt. En vanaf dan zien we een aantal piekjes. In 2007 heb je de vorming van dat kabinet Balken in de Vier. Eerst verkiezingen van 2007. En dan kabinet Balken in de Vier met de 100 Tagen Toer. En dat lijkt er alvast op dat dat kortstondig het vertrouwen heeft verhoogd. Goed, dat is één piek. En dan verder zien we nog een piek in 2010. Verkiezingen van 2010 is dat. Een klein piekje. In 2012, ik heb net Rutte 2, heeft weinig zoden aan de dijk gezet. En dan is er nog één piek die overblijft, en die heb ik nog niet verklaard. En dat is de redding van de banken door Wouter Bos. Na die periode van 2007 zien we dat het vertrouwen structureel wat lager lijkt te zijn. Het gaat wat meer fluctueren. Dat heeft ook te maken met de economische crisis. Een economische crisis is meestal niet zo goed voor het vertrouwen in de politiek. Behalve dus als je banken gaat redden, maar dat kan je uiteraard ook niet elke dag doen. Goed, wat leert dit ons? We hebben een stevige bodem, want eigenlijk, zelfs in een periode van de economische crisis, is het vertrouwen in de Tweede Kamer in Nederland nog altijd hoger dan het gemiddelde van die Europese lidstaten. Waar ligt dat aan? Nou, uit onderzoek van Tom van der Meer blijkt dat dat te maken heeft met de kwaliteit van de dienstverlening, van de overheid, van de ambtenaren als het ware. Je zou het misschien niet zeggen, maar je mag best wel trots zijn op het Nederlandse ambtenarenapparaat. Dat is dus de stevige bodem van het vertrouwen in de politiek in Nederland. Natuurlijk is er een groep burgers die weinig vertrouwen heeft in de politiek. Misschien is het zinvol voor die groep burgers om ja, hen meer inspraak te geven in politieke besluitvormingsprocessen tussen verkiezingen. Want we weten inderdaad dat verkiezingen alvast kortstondig het vertrouwen wat kunnen opkrikken. Vandaar de volgende vraag: is het, goed, is het een goed idee als burgers op de stoel van politici gaan zitten? Oké, okay, goed. Belgen zijn over het algemeen relatief bescheiden, maar Nederlanders hebben er geen enkel probleem mee om ongegeneerd selfies te nemen terwijl ze op de stoel zitten van Tweede Kamerleden. Oké, okay, goed. Je moet dat natuurlijk niet zo letterlijk nemen. Het gaat er hier vooral om of burgerinspraak, waarbij burgers echt aan politiek gaan doen, of dat het een positief effect kan hebben op het vertrouwen in de politiek. Nou, dat gebeurt alvast op heel veel plekken. En je ziet hier een mooie foto die ik heb genomen, je ziet een bloembak, er is in een verborgen straatje in Antwerpen, met daarboven een label burgerbeelding. Nou, wat was er hier aan de hand? De stad Antwerpen had besloten om in die straat de bloembakken weg te bezuinigen. Maar burgers in Antwerpen hadden de mogelijkheid om over een heel klein deel van het budget te beslissen. En zij staken daar een stokje voor en zeiden, hé hey, wij willen wel die bloembakken en besloten om een deel van dat beperkte budget in te zetten, om die bloembakken te redden als het ware. Goed, dit is een vrij vergaande vorm van burgerparticipatie waarbij burgers ook echt financiële bevoegdheden hebben. Uh, het gebeurt ook in Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld, maar heel vaak gaat het toch om andere vormen van burgerparticipatie waarbij burgers uh, niet de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben. Op dit moment wordt er heel veel geëxperimenteerd met burgertoppen. g 1000 als het ware. Nou, wat gebeurt er op zo'n G1000? Een G1000 begint bij het bevolkingsregister, waarbij er uit dat bevolkingsregister mensen geloot worden. Die mensen die uitgeloot zijn, die krijgen een brief. Gefeliciteerd, u bent uitverkoren om op een zaterdag ergens in de toekomst deel te nemen met een kleine duizend andere burgers... Aan een soort grote brainstorm-sessie, een lokale brainstorm-sessie, waarbij het de bedoeling is om een tiental innovatieve projecten op te lijsten. En deze projecten worden dan in een latere fase uitgewerkt door burgers en de politiek. Oké, okay, goed. Hebben zo'n G1000 burgertoppen nu het potentieel om het vertrouwen in de politiek te vergroten? Dat hangt van minstens twee zaken af. Allereerst, wie neemt er deel aan zo'n burgertop? En dan ten tweede, wat gebeurt er met de uitkomsten van die burgertoppen? Laat ik beginnen met die eerste. Wie neemt er deel aan zo'n burgertop? We weten van zo'n G1000, er zijn er op dit moment zo'n 14 gehouden in Nederland. Drie daarvan zijn echt heel grondig onderzocht en voldoen aan alle kenmerken van een G1000. Dat zijn die van Amersfoort, de Amsterdamse wijk Kruiskamp en Groningen. Nou, in Amersfoort werden er 6000 brieven verstuurd en kwamen er zo'n 450 mensen opdagen. In Groningen werden er 10.000 brieven verstuurd en kwamen er ook zo'n 450 mensen opdagen. In Kruiskamp werden er 2.000 brieven verstuurd en kwamen er 20 tot 30 mensen opdagen. Oeps, geen groot succes. Maar misschien is het dan zo dat die burgers toch nog representatief zijn voor de lokale bevolking. Dat blijkt helaas niet het geval. Het zijn grotendeels blanke, hoogopgeleide mensen ouderen die je daar ziet terugkomen. Bovendien zijn dat mensen die ook al veel vertrouwen hebben in de politiek, die ook lokaal gaan stemmen en die al deelnemen aan burgerparticipatieprojecten. Niet meteen de juiste doelgroep dus. Sowieso veel meer de usual suspects als het ware. Je kan dat deels opvangen door mensen te betalen om deel te nemen aan burgerparticipatie, maar dat gaat toch een beetje in tegen de geest van zo'n G1000 burgertop. En zelfs dan lukt het niet helemaal om die vertekening weg te werken. En bovendien, als burgers zo graag aan politiek zouden willen deelnemen, waarom is het dan zo moeilijk om ze binnen te halen? Goed, dat is het eerste deel, dus niet de juiste doelgroep. Maar dan ten tweede, wat gebeurt er met de uitkomsten van zo'n burgertop? Die worden grotendeels genegeerd door de politiek. Heel interessant. Ze worden grotendeels genegeerd en de burgers blijken het heel moeilijk te vinden om zich verder te committeren en ook zaterdagen, na die eerste zaterdag, bezig te zijn met dat product, dat project. Uit het beperkte onderzoek dat op dit onderwerp is gedaan, weten we dat het zelfs het potentieel heeft om het vertrouwen te verlagen en dus als een boemerang in het gezicht terug te keren. Kortom, van burgertoppen moeten we geen mirakels verwachten. Als alternatief voor zo'n burgertop worden vaak referenda genoemd. Maar ja, of referenda nu de oplossing zijn, dat is een ander. En waarom ben je namelijk na zo'n referendum zo vaak teleurgesteld? Brexit referendum, Oekraïne referendum, een gek referendum in Hongarije, het Italiaanse referendum waarna de minister-president Renzi moest opstappen. Referenda hebben geen goede naam. Ze staan niet meteen bekend als een grote triomf voor de democratie. Sterker nog, het lijkt erop dat het vooral toch de stem is van de ontevreden burger. Maar goed, als je geïnteresseerd bent in vertrouwen in de politiek, is dat net het punt, natuurlijk. Je wil dat je die mensen met wantrouwen te pakken krijgt. Maar toch, mensen met wantrouwen lijken vaker deel te nemen, maar komen dan toch vaak teleurgesteld uit zo'n referendumproces. Is dat ook echt zo? En als dat zo is, waar ligt dat dan aan? Deze vraag is extreem relevant voor Nederland, omdat jullie dat we sinds 1 juli 2015 de wetraadgevend referendum hebben, waarbij burgers zelf een referendum kunnen aanvragen over een wet of verdrag waar ze het niet mee eens zijn. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, in een eerste fase keurt het parlement een wet of verdrag goed. Dan wordt er gekeken of, die wet, of dat verdrag referendabel is. Over begrotingen kunnen bijvoorbeeld geen referenden gehouden worden. En dan is het aan de burger om in een eerste fase 10.000 handtekeningen te verzamelen op vier weken tijd. Lukt dat? Dan wordt de reset-button ingedrukt en dan moeten er nog een keertje handtekeningen verzameld worden. Dit keer 300.000 op zes weken tijd. Als dat lukt, wordt er een datum vastgesteld om het referendum te houden en dan moet er nog een keertje 30 van de kiezers opdagen voor het referendum geldig is. En vergis u niet, een geldig referendum is niet noodzakelijk een bindend referendum. Het is altijd een advies. Die 300.000 handtekeningen binnen zes weken die mogen digitaal verzameld worden. En dan denk je misschien, oh, dat is heel gemakkelijk om dat te doen. Er zijn ondertussen veertien pogingen ondernomen en slechts één keer is het gelukt. Dus zo gemakkelijk is het niet. En die ene keer dat het gelukt is, ja, daar weten jullie natuurlijk allemaal van, over welk referendum het hier gaat, het Oekraïne-referendum. En dat staat nou niet meteen bekend als een succes. De referenda lijken mensen vooral teleur te stellen. Wat is er aan de hand? Dat ligt minstens aan twee zaken. Allereerst, wie neemt er deel? En dan ten tweede, hoe gaat de gevestigde politiek om met de uitkomst. Uit mijn eigen onderzoek naar het Oekraïne-referendum blijkt dat als je, ziet, als je kijkt naar het percentage mensen dat zegt te hebben gestemd in het Oekraïne-referendum, dat dat percentage ongeveer gelijk is voor mensen die zeggen geen vertrouwen te hebben en mensen die zeggen wel vertrouwen te hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld allerlei andere vormen van burgerparticipatie, zoals geen 1000 burgertoppen heb je hier wel de juiste doelgroep te pakken. En dat is stap één, de juiste doelgroep. Maar wat gebeurt er met de uitkomst van zo'n referendum? Heel velen van jullie zullen ongetwijfeld denken dat referendumuitkomsten genegeerd worden. En dat is heel interessant. Uit het onderzoek van de Tilburgse bestuurskundige Koen van der Krieken, en die heeft een hele mooie dataset samengesteld waarbij hij alle lokale referenden in Nederland sinds 1906 heeft verzameld. En er zijn ongeveer 28 van die referenden die lijken op het Oekraïne-referendum. Wat blijkt? 13 keer won de burger en één keer was het inderdaad zo dat de gemeenteraad de uitkomst negeerde. Dat was voerendaal 2003 voor zij die daarin geïnteresseerd zijn. Dat ging over uh, ja, gemeentelijke samenwerking, altijd een explosief thema. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad echt tegen zeven om, dat, om die uitkomst uh, niet door te voeren. Maar in de twaalf overige gevallen nam de gemeenteraad wel het, uh, de uitkomst, het advies dus, over. En ook bij die twee nationale referenda, het ene over de Europese grondwet en het andere over het Oekraïne referendum, er gebeurt altijd wel iets, maar men blijft toch vaak zitten met het gevoel dat er te weinig gebeurt. Goed, wat levert dat nu netto op wat betreft het vertrouwen? Potentieel, als er referenda gehouden worden, dan, uh, ja, dan kan het vertrouwen zelfs nog lager worden. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan het feit dat referenda polariseren en dat ze het gevoel opleveren dat er niet wordt geluisterd. Kortom, als we dat samenvatten, je hebt bij een referendum wel de juiste doelgroep, maar in zijn huidige vorm leidt het referendum in Nederland alleen maar tot teleurstelling. Is het goed voor de democratie als jij meer inspraak krijgt? Het zou namelijk nodig zijn omdat we te maken zouden hebben met een acute vertrouwenscrisis. Maar goed. Een acute vertrouwenscrisis, daar is niet echt sprake van. Het gaat relatief goed met het vertrouwen in de Tweede Kamer. En sinds het einde van de economische crisis is dat vertrouwen ook weer aan het stijgen. Natuurlijk is het zo dat er wel degelijk een groep mensen is met een laag vertrouwen in de politiek. Dus als jullie mij nou zouden vragen of ik het goed vind dat er geëxperimenteerd wordt met de inspraak van burgers, dan zeg ik doen. Maar als je het doet. En sowieso de zaken die wel goed gaan in Nederland, ambtenarij en zo. Verwacht er geen mirakels, van. En ten derde, en dat is het allerbelangrijkste: neem het serieus.